De zender staat. We hebben de formule. De presentatoren zijn bezig om zoveel mogelijk programma's te maken. Binnenkort komen we op de kabel. Gaan we van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's avonds uitzenden. Dit is een soort repeteerfase, een trainingsfase. Rens 1, dat is mooi, maar er moet geld bij. Daar hebben we een economisch systeem hebben wij ontwikkeld. En dat economisch systeem is Friends. Friends. The social art of being. En wat is Friends? Friends betekent eigenlijk een mechanisme waar we met elkaar in contact komen, waar je je vrienden moet inschakelen en waar we op een bepaald moment de financiën van de zender rondkrijgen, zodat de programma's gefinancierd worden. Rens 1, de zender met Friends, die overal te volgen is op het internet en die door iedereen gespeeld kan worden, die combinatie zorgt voor een economische injectie. Het is een financieel plan die zorgt ervoor dat de televisiemakers, dat iedereen die wat met televisie te maken wil hebben, die wil produceren, dat die op een bepaald moment betaald kan worden en dat we aan het werk kunnen gaan. Friends, the social art of being. Ted, leg jij uit wat Friends is? Friends is een spel waarbij je fantastische prijzen kunt winnen. Op het moment dat het spel start, maak je als speler 1 euro over. Ja. Door het drukken op een knopje en het invullen van een code en je mobiele telefoonnummer. En dat gaat door totdat het aantal spelers is bereikt. Dus een spel kan 5000 zijn, 10.000 zijn, 100.000 zijn, maar je hebt een pool van mensen die op een bepaald moment in aanmerking voor de prijs komen en dat vult zich. Een spel van 5000 vult zich tot 5000. Als die 5000 mensen die euro hebben gestort, dan play friends, the social art of being. Organiseer dus je vrienden. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is de rode draad in het Friends spel. Dan moet je 20 vrienden organiseren. Hoe gaat dat? Wat moet je dan doen? Ted? Zorg dat je je vrienden informeert hoe ze daarmee communiceren. Dat maakt niet uit. Je kan opbellen, je kan faxen, je kan een postduif naar ze toe gooien. Alles kan. Doet er niet toe. Ze moeten geïnformeerd worden. Ja. Die 20 vrienden, 20, moeten allemaal 1 euro storten. Op de code van de persoon. Op de code van de persoon. Die staat ook weer in beeld met het mobiele telefoonnummer van de speler. Ja. 20 vrienden. Niet 21, niet 16, niet 18. Nee, precies 20. Als jij zeker weet dat je 20 vrienden hebben gestort, dan krijg je een slotcode in beeld. En met die slotcode stort jij weer 1 euro. Dus het hele spel kost jou 2 euro. Je staat op de basislijn en op de bovenlijn. Ja. En je omarmt eigenlijk die 20 vrienden. Pats, daar heb je ze in de tang. En wie dat het snelste doet, ja, die wint. Ja. Play friends, the social art of being. De betaling komt binnen bij meneer PayPal. En wij zien precies op tijd welke betalingen binnenkomen. Hm. Het is dus ook een goud eerlijk spel. Er kan niet mee gemanipuleerd worden. Het is een wedstrijd. De tijden geven aan wie de winnaar is. Ja. En dan hebben we eigenlijk een soort economisch principe. Het is the art of paying. Met andere woorden, we hebben mensen die wat voor jou doen. 1 euro, dat is bijna niks. Maar door het enorme volume van 5000, bijvoorbeeld op de basislijn, of 10.000 op de basislijn, maal 20, krijg je een enorm volume aan geld, waardoor we een prijs kunnen weggeven, waardoor we een productie kunnen realiseren. 1 gedeelte gaat er altijd naar het goede doel. Het goede doel. Play friends, the social art of being. Ja, dat wordt een uitbundig spel. Het eerste spel gaat zelfs over 3 jaar gratis in een Peugeot 3008 rijden. Ja, maar je hoeft alleen de brandstof maar te betalen. Onze hoofden moeten erop blijven. Ja, onze hoofden staan erop. Ja, onze hoofden staan niet onder. Dat is mooi. De automannen rijden gewoon met je mee. Gewoon 3 jaar gratis in een auto rijden. Dat is de eerste prijs die we hebben. Dat is een spel van 5000. Een spel wat wij noemen van 5000 spelers. Ja. Nou, dat is nu 2 auto's waar je gratis in kan rijden. Straks is er een meet and greet met Johnny Depp. Dat is bijvoorbeeld de nieuwste iPad die eraan komt. Maar we hebben een belangrijkste is dat elke Friends heeft, staat in dienst van een goed doel. Soms is het een bedrijf dat we voor iemand aan het opzetten zijn. Dat Friends gaat voor allemaal zaken gebruikt worden om de economie een injectie te geven, om alle medewerkers die we hebben, dat ze straks een hypotheekje kunnen betalen, dat we prachtige televisie kunnen maken en dat we de kracht hebben om het gewoon onafhankelijk, financieel onafhankelijk, met z'n allen te doen. Dat is Friends. Ik word helemaal ontroerd van mezelf. Het is mooi. Het is mooi. Friends. Laat zien. F-R-E-N-D-S.
laat zien. www.friends.com. Laat zien. Op zijn galaxy. Ja, galaxy. Ja, op de galaxy. Kijk eens even. Dit is Friends. En dit is Friends. FRRENS.com. Je zei FRRENS. 3R. Ja. 3R. Play Friends, the social art of being. Ze moeten Twitter in de gaten houden, want Friends zit op Twitter en we communiceren helemaal via Twitter. En op het moment dat Friends.com. Toch? Friends.com. Ja. Jazeker. En Twitter. En Twitter. Ja. Wat is een van de belangrijkste dingen wat er moet gebeuren met Friends? Als je Friends inzet, betekent het gewoon dat er geld binnenkomt. Dat we zelfstandig kunnen gaan financieren. Dat je elkaar kan helpen. En dat je namelijk het tij kan keren. En dat doe je zo. En dan gaat hij weer omhoog. Ja, Friends.com. Play Friends. The social art of being. Dit is weer een oproep om een kinderprogramma te maken. We zitten hier met volwassenen. Alhoewel Natasja is gewoon de jongste. Jij bent volwassen. Ja. Maar we proberen natuurlijk een hoop jonge mensen te krijgen die ook programma's gaan maken. De grote meneer Cactus Show komt weer terug. Daar zit natuurlijk meneer Cactus in. Maar we willen allemaal televisiemakers hebben die een kinderprogramma gaan maken. Dus als je een goede cameraman bent, zorg voor een media minute. Stuur die op en kijken of we met jou dat programma kunnen gaan maken. Of bijvoorbeeld je zegt ik heb een goede clownsect. Of je bent een goede zanger. Of wat dan ook. En waar stuur je dan je media minute naartoe? Of je reactie? Ted! iets@renstv.nl. Dat kan van alles zijn. Ja, ja, dat is echt van alles. Iets. Oké, kan van alles zijn. Oké, je kan bijvoorbeeld een liedje insturen. En nu hebben we hier een ode aan alle mama's die de kinderen hebben gemaakt. Wat was een behoorlijke prestatie. Ja, ook werk. Ik ben verliefd op die mooie mama. Mama, mama. Ik krijg de kriebels hier in mijn pyjama. Pyjama. Typisch voorbeeld van een stuk. Ik. Ik sta te trillen van geluk. Van geluk. Ik dacht meteen, hey, wat een lekkere schat. In de stad. Toen ik haar lopen zag, daar in de stad. Met patat. Mooie ogen en een rode mond. En ze wiebelde een beetje met haar kont. Oh, zal ik het er vertellen? Wow. Dat weet ik nu nog niet. Hoe zal ik het nou vertellen? Ik zing gewoon dit lied. Ja. Hey, ik hou van jou. Hey, nou kom nou gauw. Weet je wat wij gaan doen? Nou, en wij gaan lekker zoenen. Zoenen. Bij die mama kans van slager. Bij de slager? Ik loop een risico. Oh. Ik wacht nog even met het hart te vragen. Wat? Want ik vind het wel lekker zo. Maar zal ik het er vertellen? Dat weet ik nu nog niet. Hoe zal ik het er vertellen? Ik zing gewoon in lief. Ik hou van jou. Oh, ja. Nou kom nou gauw. Weet je wat wij gaan doen? Wat dan? Wij gaan lekker zoenen. Zoenen.